Hey, goedemorgen. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van de Razende Reporter van Lef Recruitment. Vandaag heb ik een hele toffe ochtend. Niet alleen omdat het zonnetje schijnt, maar ook omdat ik te gast ben bij het prachtige bossenbedrijf Welder, waar onlangs Naomi is begonnen door uiteraard Lef Recruitment. Ik ga kijken hoe het met Naomi gaat, hoe ze de bemiddeling vond, hoe het gaat bij Welder. En speciaal voor haar heb ik wat leuke quizvragen bedacht. En als ze die vragen goed beantwoordt, krijgt zij bossenbollen van, jawel, Jan de Groot. Die kan ze uitdelen of allemaal zelf opeten. Ik ga me nog even voorbereiden en dan gaan we on the road. Oh jongens, dit is zo fijn. Er staat gewoon geen rij. Nou, ik ben met de bossenbollen bijna bij het kantoor van Lef Recruitment, waar ik Joris Verhoeven op ga halen. En dan ben ik natuurlijk super aardig. Hè? Ik hoop uiteraard dat Naomi die bossenbollen wint. Dat ze punten kan scoren bij de collega's. Maar hoe fijn zou het zijn als die bollen met mij mee terug kunnen? Knak, knak. Who's there? Kijk eens wie we daar hebben. En kijk eens wat ik hier heb. Woo! En we zijn er hoor. Joris gaat alvast naar het belletje. Kijk uit hoor, er komt een camera bij. Oh ja. Dit is er al? Ja. Wauw, je bent gewoon de eerste die ik zie. Ja. Wat leuk. Naomi. Nou, kijk eens wat ik bij me heb. Nee, die krijg je nog niet. Sorry. Je moet er eerst voor werken. Daar moet je voor werken. Ja, dan doe ik de deur in ieder geval wel open. Dankjewel. Zo, Naomi. Dit is het kantoor van Welder, waar jij sinds een maand werkzaam bent. Ja. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe het eruit ziet. Kun je me een tour geven waar je werkt? Zeker. Super. En dat is ook één vraag die gesteld wordt bij de sollicitatie. Kun je poelen? Kun je poelen? Is dat... Ja, dat moet wel, hè? Als hier zo'n poeltafel staat. Dus jullie hebben gewoon een poeltafel? Ja. Ja, we zijn nu dus op kantoor bij Welder. We zijn al welkom geheten door Naomi. En ik ga nu eens even bekijken hoe het allemaal is verlopen de afgelopen maand sinds ze hier werkt. Maar ook de aanloop naar deze nieuwe baan. Dus Naomi, here we go. Hoe ben jij met Lef in contact gekomen? Nou, ze hebben eigenlijk mij benaderd. Ik heb mijn cv online gezet en ze hebben mij benaderd van, hey, we hebben iets voor je. Jij vertelde mij net al in de wandelgang en nog toen de camera uitstond, dat jij jouw cv had geüpload en je zocht een nieuwe baan. En dat je behoorlijk veel contact hebt gehad met verschillende recruiters. Ja. Waarom uiteindelijk Lef? Dat is een goede vraag. Ik werd inderdaad echt helemaal plat. Plat gebeld, zeg maar, om het zo te noemen. Ja, ja. Voornamelijk ook op basis van welke ervaring ik had. Klantservice. Mm-hmm. Werden het ook vaak klantservicefuncties, maar ja, ik wilde verder. Ik wilde daar niet meer in blijven. Lef die wist heel goed inderdaad van iets anders te benoemen, zeg maar, een andere functie dan dit. Heel erg van, wat wil jij? En heel erg andersom bekeken van, wat past bij jou? Dat, ja, ik echt gezien werd. En eigenlijk in een week tijd ongeveer hebben we elkaar gesproken en ben ik hier terecht gekomen en klikte het eigenlijk meteen. Wat vond je fijn aan het contact met Lef? Dat het heel direct was, heel snel. Als je appte met vragen of als je belde, dat het meteen werd geantwoord. Dat er ook gewoon heel de informele sfeer. Het is gewoon echt niet van stel je maar voor, zeg maar het werkt twee kanten op. Dus zij stelde zich ook voor.
Dus het is eigenlijk nu ook wel, sinds ik hier werk, dat zij ook wel vaker vraagt. Hey, hoe gaat het? Succes met dit of succes met dat. Want je hebt contact gehad met? Met Janne. Ja. En Janne is nog steeds, ook al heb je nu je contract binnen, is nog steeds betrokken bij je. Ja, dus dat is heel fijn. Ja, ze is ook hier over de vloer geweest. En, de 20ste ben ik begonnen en vandaag is het ook de 21ste. Dus 1 dag na mijn proeftijd. Dus ik zit er alweer een maand. En, echt super. Het is echt omgevlogen. Heb je nog een tip voor ze? Dat je zegt van, als we nog een keer, is natuurlijk niet meer nodig, want je hebt een fantastische baan. Maar stel dat je nog een keer in die situatie terecht zou komen, heb je een tip? Dat is een hele goede vraag. Dankjewel. En daar zit ook de grote baas, dus probeer hem maar eens even te... Nou ja, die kwam net binnenlopen en toen dacht ik... Ja, nu ging het heel snel natuurlijk. Ja. Dus je zou het fijn vinden. Ik zou wel even misschien eerst meer een beetje willen... leren kennen, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dus nog meer persoonlijk contact. Maar ook gewoon wat is het bedrijf, waar staat het bedrijf voor? Mm-hmm. Nu ging het echt specifiek om deze baan natuurlijk, maar je weet nooit of de baan het beste past. En dan kun je inderdaad misschien op langere termijn ook echt een relatie opbouwen. Dus inderdaad, als de ene niet past, dat ze wel weten wat er dan wel past. Ja, bent. Ja. Dus gewoon lef nog iets beter leren kennen voor de lange termijn. Ja. Kijk, daar hebben we wat aan. Dankjewel voor je antwoord. Ja, graag gedaan. Dankjewel voor je tour. We gaan nu door met iets heel leuks, hoop ik. We gaan door met de quiz. Als je de meeste vragen goed beantwoordt, krijg jij deze heerlijke doos bossenbollen. Die ik net speciaal voor jou heb opgehaald bij Jan de Groot. Ja. Uiteraard bij Jan de Groot. Lust je bossenbollen? Nee, maar dat maakt niet uit. 4 vragen, heel simpel. Het zijn meer keuzevragen A, B, C en D. En jij gaat gewoon hopelijk de goede antwoorden geven. Oké, okay, nou kijk of jij bent ingewerkt hier bij Welba. Kom maar op. Spannende muziek. Daar komt die spannende muziek. Dat hoor jij niet, maar zij horen het wel. Vraag nummer 1. Wanneer is Welder opgericht? Is dat A, in 2013, B, 2015, C, 2018 of D, geen van bovenstaande jaartallen? In 2018, gok ik. In 2018 gok je, is het opgericht? Ja, ze zeggen altijd, het is nu 2,5 jaar, 3 jaar geleden. Hmm. We zitten nu in 2022. Het goede antwoord is 2015, antwoord B. Het spijt me. Volgende vraag, ben je er klaar voor? Waar werkte oprichter Maarten Schellekens toen hij Welder ontwikkelde? Was dat... Wow! Ik had allemaal hele leuke, McDonald's, Hees, Laplace, Den Bosch, maar het is inderdaad... Je moet het een beetje goed maken met de vorige vraag. Je zei het meteen, Hutte Catering. Ja. Daar werkte die. Ja. Ja. Ik zeg tik hem aan. Heel goed. Volgende. Wie is er in 2018 aangehaakt als partner? Is dat A, Rob Benders? Is dat B, Joris Wouters? Is dat C, Rob Wouters? Of is dat D, Joris Benders? Nou ja, Rob sowieso. Dan hebben we A, Rob Benders of C, Rob Wouters? C. Ja? Ja. Ja, gaan we voor. Oké. Okay. Dat is goed. Helemaal goed. Hij deed meer met IT, ik weet er het fijne niet van. Maar daardoor heeft hij dit bedrijf nog mooier kunnen maken. Laatste alweer. Welk product leveren jullie niet? Is dat A, My Survey? B, My Team? C, My VIP? Of My VIP? Of D, My New Job? Even spieken. Nee. Dus A, My Survey, B, My Team, C, My VIP of D, My New Job? Ik zal zeggen, nog niet. Misschien komt het wel, My Team. Maar misschien komt het wel, hè? Je weet het nooit. Je weet het nooit, maar jij zegt My Team. Ja. Die heb je niet. Nee. Als de antwoord goed is, heb je de bossenbollen, anders gaan ze met Joris en mij mee terug.
Nou, hoop ik voor de collega's. Voor de collega's. Voor de collega's. Het is helemaal goed, natuurlijk. Ja, top. Applaus! De bossenbollen gaan naar Naomi. Naomi, ik wens jou ongelooflijk veel succes hier bij Welder. Ik zou zeggen, je bent net uit je proeftijd. Het is je gelukt. Dus, ja, ik dacht. Zet hem op hier. Ja. Dank je wel voor je tijd. Ja, heel bedankt. Heel bedankt voor de bossenbollen. Ja, smakelijk met de chocola. Ja. Lepel en schrapen maar. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van de Razende Reporter. Wil jij nou ook dat wij langskomen bij jou en jouw nieuwe werkgever? Dan doen we dat natuurlijk graag. Dus meld je aan via lefrecruitment.nl. En misschien kom ik wel bij jou langs met een hele lading aan bossenbollen. Hey, dankjewel en tot de volgende keer. Bye bye.